Ieder camperaar brengt per dag ongeveer 62 euro binnen. De Nederlandse camperaar. De Duitser zit daar een stuk boven. Die zit tegen de 90 euro. En het komt allemaal te goede aan die middenstand. En of het nou de bakker, de slager, het tankstation of de supermarkt of het restaurant is. Hè, want gemiddelde camperaar, het is meestal een 58-plusser, die gaat graag uit eten. Gaat drie keer in de twee weken uit eten. En dat stijgt ook het percentage. En als je ook ziet, de type camperaar, die dus graag wil stilte en rust wil houden. Je ziet het om je heen hier. En daarna lekker wandelen en fietsen. Ja, dan zeg je, hebben we in Overijssel een fantastisch gebied? Nee, we hebben in Nederland een fantastisch land. En dat blijkt ook. Want in Nederland hebben we 87 miljard afgelopen jaar gedraaid aan toerisme. En we verwachten in 2030 dat het naar 130 miljard gaat. Dus heel veel werkgelegenheid. Er werken ook in Nederland, schrik niet, 762.000 mensen werken er. Dus het is ook voor de werkgelegenheid. En zeker in regio's waar wat minder industrie is, met het gevaar dat mensen dus, of kinderen, elders in Nederland gaan werken of naar buitenland gaan om werk te krijgen, zeg ik, het is uitstekend voor de werkgelegenheid. En laat Nederland genieten van, in dit geval van Overijssel, maar laat de buitenlander, die gelukkig ook Nederland weten te vinden, laat die genieten van ons mooie Nederland.